De NEDJ 2018 is zojuist geopend, hier in de inmiddels weer lege, maar vrij grote plenaire zaal. Was het een behoorlijk spektakel, dat is aan Amerikanen natuurlijk wel toevertrouwd. Je begint met het volkslied en daarna ga je je eigen successen vieren. En dat is wat voorzitter Mark Scapelli in ieder geval uitgebreid deed, want de NEDJ heeft weer veel gedaan voor zijn leden, de Amerikaanse dealers. Het grootste succes was in ieder geval het terugdraaien van strengere financieringsvoorwaarden voor consumenten die een auto willen lenen. En daar zijn ze hier heel erg trots op. Dat betekent dus ook gewoon dat de Amerikaanse dealers gewoon gevraagd is om contact op te nemen met hun plaatselijke of lokale afgevaardigden in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. En vertel ze maar even dat de dealers het niet kunnen hebben als die financiering terugloopt. We vroegen vandaag aan Albert Gallegos, de Director International Affairs, en er zijn ongeveer 3000 niet-Amerikanen aanwezig op de NEDJ, hoe de NEDJ er nou voor zorgt dat als het gaat om wetgeving, ze in Amerika vaak de wetgevers aan hun zijde weten te vinden. Het antwoord was op zich verbazingwekkend. Well, so one thing that's really helpful to us, there is 10 car dealers that are members of Congress. So it's very nice to be able to have people who know the business because they're in it, and now they're representing their constituents in a particular district or a state. So that is really helpful because they know the issues better because they've been in the shoes of the dealers. So that really helps. But one of the things that we pride ourselves at NEDA is that we have a really big grassroots effort that our dealers can pick up the phone and at least have a conversation with their member of Congress saying, look, this is my perspective on the issues of the day. And we want to educate members of Congress so they're more attuned to the needs of the US auto dealers. Well, en ook vroegen we aan Gallegos wat voor de NEDA nou in de komende jaren de belangrijkste uitdagingen zijn. Well, I think what we're trying to do is, look to the future, right? There's the medium-term future and there's the long-term future. For us, the medium-term is how does this technology begin to get into the vehicles? I mean, there's a lot of this autonomous technology that's going to approach very quickly for a lot of the mainstream brands. And we have a responsibility as a dealer association to help educate our dealers about some of this technology and what impact it could have both on their business model and then how it impacts them with their customers. So that's our goal, that's what we just strive to do as an association. Er zijn traditiegetrouw ook altijd vrij veel Nederlanders aanwezig op de NEDA. Ook al is de BOVAG dit jaar dan niet met een aparte afvaardiging. Ik vroeg aan Marco van Beek wat hij nou eigenlijk bijzonder vindt en wat hem op is gevallen aan deze editie van de NEDA. Wat me echt is bijgebleven is vooral de trots die ik zie bij de dealers die hier aanwezig zijn op de NEDA. Ja. Dat trots, dat hoort ook wel bij die Amerikanen. Vertellen hoe goed je bent. Doen we dat in Nederland misschien te weinig? Ja, we zitten anders in elkaar dan Amerikanen. Maar ik vind wel dat we de trots mogen tonen waar we mee bezig zijn, wat we aan het doen zijn in Nederland als automotive branche. En dat mag wel eens wat vaker naar voren komen. Ja. Er zijn hier ongelooflijk veel presentaties, workshops, noem maar op. Wat is je bijgebleven? Wat denk je, wat je van alles wat je hoort gezien hebt, dat moet ik meenemen naar Nederland? Wat ik vooral meeneem is blijvend nadenken over hoe wij ons presenteren op internet. En op social media, via je eigen website. Dat vind ik iets wat ik hier toch weer terug hoor. Waar ik van denk, dat moeten we toch blijven beter maken, zeg maar, in de automotive branche. Hoe kan je dat verbeteren? Ja, door gewoon je identiteit te behouden, wie je bent en dat uit te dragen. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik vind het moet wel identiek zijn aan hetgeen wat een klant tegenkomt als hij bij je op de zaak komt. Zo, de NEDA 2018 zit er alweer bijna op. Zojuist was de laatste grote general meeting. En dat was met AutoNation, een van de grootste dealers van de Verenigde Staten. De CEO daarvan, Mike Jackson, die samen met de CEO van de NEDA, Mike Welsh, en John Krafcik, de CEO van Waymo, de zelfrijdende autoproject van Google, in gesprek ging over wat betekent de zelfrijdende auto voor de dealers in Amerika. Nou, echt interessant vonden de meeste dealers het niet. De zaal liep eigenlijk al heel snel leeg. Neemt niet weg dat de mannen het wel over eens waren dat er de komende jaren
op het gebied van zowel zelfrijdende autonome elektrische auto's. En voor de dealer niet zoveel gaat veranderen. Sterker nog, uiteindelijk zullen de auto's toch geserviced moeten gaan worden. En dat gaat de dealer hier gewoon doen, is de verwachting. Verder zijn we vandaag gaan kijken op de verschillende stands die er hier zijn. Er zijn ook expo-gedeelten, zoals achter mij de ingang is naar de grootste expositieruimte. Waarop deels equipment, maar ook een heleboel DMS en softwareleveranciers hun spullen tonen. Eigenlijk niet heel anders dan op Nederland een vakbeurs is. Daarbij vielen er een paar dingen op, een paar leuke dingen. Zo is er hier een digitaal kenteken, een digitaal nummerbord inmiddels verkrijgbaar. Dat digitale nummerbord is van het bedrijf Reviver Auto. En de CEO Neville Boston vertelde dat er ongelooflijk veel interesse is in zijn product. Het kenteken, je kunt gewoon het kenteken laten zien. Maar je kunt ook commerciële boodschappen of andere zaken erop laten zien. En inmiddels mogen ze het in 4 staten gebruiken. 1 kant van de auto moet nog een normale kenteken hebben. En aan de achterkant kunnen ze gewoon kiezen wat voor tekst ze willen. Het bedrijf, of in ieder geval de CEO, denkt dit jaar echt tientallen miljoenen op te gaan halen in een nieuwe fundingronde. En hij merkt dat er veel interesse is. Inmiddels zijn ze ook in gesprek in Zweden. En hij vroeg of wij toevallig nog investeerders wisten voor Nederland. Goed, interesse om te investeren in digitale kentekenplaten. Dan is het wel raadzaam om in ieder geval te zorgen dat je goede contact hebt met de RDW. Want ook in Amerika heeft het ongeveer 2,5 jaar geduurd voordat ze toestemming kregen van de autoriteiten om in een digitaal kentekenbord te komen. Nou, dat was alweer de NADA editie 2018 in Las Vegas. Volgend jaar vindt het feest plaats in San Francisco. Ja, wat hebben we geleerd hier in de afgelopen dagen? Nou, Amerikaanse dealers maken zich ook zorgen over de toekomst. Maar ze maken zich zorgen met een goed gevulde portemonnee. Want er is afgelopen jaar veel geld verdiend. En dit jaar gaan ze wederom veel geld verdienen. De zorgen zijn er uiteraard. En de NADA zelf, de dealerorganisatie, probeert die zorgen zoveel mogelijk weg te nemen. En doet dat middels enorme lobbypower die ze hebben. En wellicht is dat een les voor Nederlandse brancheorganisaties. Het is leuk als je goede lobbyisten hebt. Het is leuk als je goed contact hebt met politici. Maar soms is het makkelijker als je leden gewoon die politici zijn. De NADA heeft er gewoon 10 congresleden in Washington. Ja, dat maakt het toch allemaal net iets wat makkelijker. En met alle veranderingen op komst zijn ze er best gelukkig mee. Nou, of de toekomst van het dealerbedrijf daarmee zeker gesteld is, daarvan zijn ze hier dan nog net niet overtuigd. Want de Amazons en de Googles van deze wereld worden echt volop gevreesd. Maar ze staan er in ieder geval redelijk goed voor. En de uitgangspositie is helemaal niet slecht.